Ik ben Anis en ik studeer internationaal land- en waterbeheer in Wageningen. Mooi! Focus. Ik heb voor deze studie gekozen omdat het heel erg veel met aardrijkskunde te maken heeft. En wat ik leuk vond in de aardrijkskunde is het sociale, het menselijke gedeelte, maar ook het technische. Meer het weer en de omgeving en eigenlijk gewoon de aarde. In de zessen vond ik het best wel lastig om te kiezen welke studie ik eigenlijk wil gaan doen. Er is zoveel keus, maar uiteindelijk vond ik dit een hele fijne studie en heel goed bij mij passen. Omdat je ook heel veel in groepsverbanden werkt. Je doet veel aan case studies, maar je gaat bijvoorbeeld ook een beetje naar Limburg. En dan ga je veldonderzoek doen om het vervolgens uit te werken met je eigen groep en hier een verslag van te maken. Ook in je tweede jaar ga je een week weg en ga je verder. Je gaat ergens binnen Europa. Ik ben zelf naar Kreta geweest, gingen we op pad en kijken hoe het daar nou uiteindelijk was. Dat is ook een heel leuk aspect aan mijn studie. Omdat het internationaal is, kijk je niet alleen binnen Nederland, maar ook erbuiten naar wat zijn eigenlijk veranderingen in het land- en waterbeheer. Daarnaast vind ik Wageningen echt een super fijne plek om te studeren. Je hebt met kleinere groepen colleges en zit niet met 400 man in de collegebank. Dat is fijn, omdat je ook gemakkelijk op je professoren kan afstappen als je vragen hebt. Ze willen je ook heel graag helpen en dat geeft mij een heel vertrouwelijk gevoel. Daarnaast is Wageningen echt een superleuk studentendorp om in te wonen. Je hebt makkelijk contacten en je maakt super snel vrienden. Ook de AED is echt iets super vets om aan mee te doen, omdat je gelijk een beetje wegwijs wordt in dit dorpje. Ik hoop jou volgend jaar snel te zien.